Hier vlucht een... Er vlucht een mug weg. Ja, ik heb de hele tijd al last van muggen. En in principe vind ik het helemaal niet erg, want muggen prikken mij toch niet, want ik rook mezelf helemaal te pletter. Dus. Ik heb het wel geleerd. Maar dat gezoem in je oor en dat geprobeer van die muggen. Hè? Maar alle gekheid op een stokje. De opname is begonnen. En dit is nieuwsuitzending nummer 098. En die gaat over psychopathie. En dan vanuit het persoonlijke perspectief. En het is uitzending over psychopathie nummer 2. En wat het hier betreft, dat is best bijzonder. Het is een MP3. Ik moet hem zo dadelijk in elkaar gaan klikken. Ik zal vast een beetje beginnen dat ik een beetje leuke foto's ziet. En oh, even een pijltje aan de kant halen. Zo. Dat is allemaal Arnhem. Dat heb ik al eerder gebruikt hoor, deze foto's. Ik moet meer foto's maken hier in Arnhem. Ik was hier vandaag nog trouwens. Bij die... het Waterloopplein. Waterloopplein. Dit is nummer 2. En dit is een MP3 gericht aan mijn relatietherapeut. En die heet Jan van den Broek. En die had toen een therapeutisch dinges in Brummen. Heel mooi, heel echt prachtig, echt prachtig. Ik denk ook echt dat het een goede relatietherapeut is. Dat is ook de reden waarom ik hem benoem. Aan de andere kant... is het ook aan jullie om te leren dat het is allemaal niet zo makkelijk, hè? Want er zijn beschadigde mensen onder ons. Nou, dit zijn de foto's. Dit is van mijn kamer. De kamer die dus van mijn dochter is. Dat is een grote paarloop. Maar goed, nu ga ik echt stoppen. Dit was de intro. Dus wat je zo dadelijk gaat horen... Ik ga al deze foto's vandaag terug erop zetten. Maar het is dus een persoonlijke MP3 gestuurd aan Jan van den Broek. Van de antroposofische, haptonomische therapeuticum in Brummen. En ook CC aan Gerard Rotteveel. En het duurt 1,5 uur. Maar er zitten knipjes in. Dus als je goed luistert, dan weet je wel dat... Okay. Dus je kan hem in principe in 3 keer afluisteren of zo. Dus, maar... ik zei maar, en dat mag je helemaal niet doen. Maar zeg ik het weer. Het punt is... Leven... kost tijd en aandacht. Die tijd en aandacht, die moet je richten. En that's it. En ik wil dat jullie weten dat er onder ons mensen zijn en die zijn beschadigd en dat zijn mensen die hebben die hoe moet ik nou zeggen, ja, maar ze zijn beschadigd en Romeinen 12, vers 19. He, dat biedt troost.
dan hoeven wij het niet te doen. Maar er moet iets aan gedaan worden. Ik kan toneel spelen. Ik speelde net toneel, snap je toch wel, hè? Je dacht toch niet dat ik eventjes droevig aan het worden was, hè? Wil je mijn rechter vuist weer ontmoeten op je linkerknie? Ik kan kickboksen, jongen. Maar daar moet wel degelijk wat aan gebeuren. Dus luister hiernaar. Kijk mooi naar die foto's. Ik ga het allemaal op een rijtje zetten. Komt allemaal goed. En dat laatste geldt vooral, hè? Het komt allemaal goed. Gewoon lekker uitluisteren en vooral het einde luisteren. En begrijp, er zitten knipjes in. En die knipjes die kan je gewoon op de pauze-button drukken. Maar in principe moet je dit filmpje uit gaan kijken tot het einde. Nou, ik vond het een hele mooie intro. Even kijken of ik de knop kan vinden voor het stoppen van het dingetje. Ja, gevonden. Nou, allemaal veiligheidsriemen omgordelen. En dan ga je luisteren naar de audio die ik gestuurd heb naar de relatietherapeut. Die in mijn oordeel een misschien een goede, zachte heelmeester was. Kom ik duidelijk over? Nou, daar komt ie. Dag Jan. Dit is Perry. Ik heb voor een paar maanden terug heb ik een telefoongesprek gehad met mijn schoonmoeder. En daarna nog een keer. En die eerste keer was ze echt stom verbaasd om mij weer te horen praten na 6 jaar. Of 7 jaar misschien wel. Want Wijnanda en ik die zijn in 2010 zijn we echt van huis en haard gescheiden. Begin januari zo. En sinds die tijd zit ik hier in best een leuk flatje. Ik ben eigenlijk helemaal niet ontevreden. Hele leuke buren. En mijn dochter heeft eindelijk een mooie kamer. Nou, poepoe. Wat kost dat een werk, zeg, tegenwoordig als vader. Om ervoor te zorgen dat je dochter een leuke kamer krijgt. Maar die heeft ze nu. En terwijl ik dit gesprek opneem. Ze zit hiernaast met haar vriend. En die is al 17. Dat is een hele leuke jongen. En die zitten daar volgens mij patat te eten of zo. En de avond, ja, dat zien we wel weer wat we gaan doen. De hele kamer is momenteel een soort bouwplaats. Dus één grote junkzooi. En overal ligt gereedschap en allemaal boordjes en schroeven. En wat ze vanmiddag ging doen in mijn kamer, of in haar kamer. Maar die is dus van mij, want die kamer bij de moeder, die zou je ze moeten zien, Jan. Er zou echt eens iemand met een GoPro-camera door dat huis heen moeten gaan, waar Nina dus vanwege de overheidscontractuele overeenkomsten, die zij aan haar laars lapt natuurlijk, maar hoe ze daar nog moet verblijven. Ze liet mij een foto zien, had ze gemaakt met haar Nintendo of zo, van een hoekje van de woonkamer. En dan zei ze, ja, Wijnanda, zij zegt altijd mama, maar ze bedoelt dus Wijnanda. Ja, Wijnanda, die stelt voor om hier een heel gezellig hoekje van te maken waar je een lekker boekje kan lezen in de zon. Nou, ik keek daar zo naar en ik dacht van ja, dat kan. Het was het plekje waar Poekie, de poes van Nina, de poes van Nina, die ik gevonden had op straat toen Nina bijna uit de vagina kwam. Maar die poes die lacht er ook altijd graag. Dat was dus ook dezelfde poes waar Wijnanda regelmatig mee gegooid heeft. Als een basketbal. En ze heeft er ook honden op afgestuurd. En stond ze te lachen, jongen. Oei. En Nina vertelde me dus van ja, kijk, dit hoekje ziet er wel leuk uit. Maar de rest van de woonkamer, dat is een rampage. Ik zeg tegen haar, en wat?
begon ze te lachen. Toen zei ze, ja, dat weet ik wel dat dat geen echt woord is. Maar ik vond wel heel goed de lading dekken. En dat zal ook echt wel zo zijn. En toen ik er nog woonde, er stonden de 3 lege flacons wasverzachter voor de magnetron. En beneden, waar dan de wasmachines zijn, daar stonden dan 10 of 15 lege flacons. Ja, die kon je toch niet weggooien, want er zat nog een beetje in. Maar we gebruiken alvast de volgende. Het is gewoon 1 grote paan zo. En misschien heb jij ooit gedacht dat ik juist een relatie zou willen met zo een iemand. Maar dat was niet zo. De relatie tussen mij en Wijnanda, die, ja, voor zover dat een relatie was in de zin dat ik haar wel weerde, ik wilde haar leren kennen. En als je iemand wil leren kennen, heb je dus een relatie. Je kan je buurman willen leren kennen. Nou, dan begint er een relatie, want dan ga je een keer aanbellen en dan ga je om een kopje suiker vragen of zo, of weet ik veel hoe dat gaat, hè? Maar dan wil je iemand leren kennen. Maar bij Nanda, die wilde graag een formele relatie. Want zij wist dat ik niet alleen haar wilde leren kennen, maar dat ik ook heel veel andere mensen wilde leren kennen. En voor zover dat vrouwen betrof, had ze daar niet zo op. Ze had zoiets van, dat heb ik liever niet. En toen heeft zij mij psychisch onder druk gezet. Met een heel zielig verhaal is ze echt gaan huilen met echte tranen over haar wangen. Dat het allemaal zo oneerlijk was en dat ik toch echt met haar minimaal zou moeten proberen. Nou, toen heb ik daar over mijn hart gestreken en gedacht ook van, nou ja, wat maakt het uit? Ja. Dat is goed. We proberen het. Let's go for it, baby. En dat heb ik ook voorgesteld in mijn familie. En gezegd, dit is mijn vriendin. Dit is mijn nieuwe vriendin. En de seks ging geweldig toppie goed. Dus, ja, wat is het probleem? Ik kreeg heerlijke massages. Ze kookte echt dingetjes voor mij die ik lekker vond. Dus ja, het was de hemel op aarde. Ze had een hele grote bak wiet, wat ze... In een speelgoed konijn zat een enorme zak wiet. Nou, daar ben je ook gelijk, mijn vriendje. En ze had hele mooie muziek. Van een Amsterdamse kunstenares. Of kunstenaar, sorry. Een Amsterdamse muzikant. En die heette Julia P. En vroeger heette de band Julia P. Hirschheimer. En die vrouw, die heb ik in het live gezien, nog in Arnhem. Prachtig. En die muziek kende ik door Wijnanda. Erg mooi. Toen kwam de zwangerschap van Wijnanda. En dat was... Wijnanda stelde als voorbehoedsmethode voor om een mengeling te doen... En dan periodieke onthouding, als het dus kan. Als het kan, dan doe je geen condoom. En als het dan niet kan, omdat je je eisprong hebt, dan wel een condoom. En daar heb ik toen mee ingestemd. Want ik dacht toen echt dat ik te maken had met een heel organisch wezen. Iemand die heel erg denkt in... Ja. Zij heeft bijvoorbeeld eten gekookt uit het Sonsbeekpark. Nou, dat maakte echt indruk op mij. Voor mij als zoon van een kok. Ik denk niet dat het echt makkelijk is. Maar zij wist goed van de planten en ook de namen en alles. Dus ik vertrouwde haar dan wel. Nou, dat duurde dus een paar maanden. En toen was mevrouw zwanger. Nou, en de rest is geschiedenis. En ik zat dus aan haar vast. En nadat dus gebleken was dat ze zwanger was en nadat ik toegezegd had dat ik dan wel verantwoordelijk wilde zijn voor het kind, voor het gezin,
aan dat ik haar een formeel gemeentelijk huwelijk aan zou bieden. Toen had ze al zoiets van, ik heb een foothold, ik heb een bruggenhoofd. En het gedrag van haar werd toen al onacceptabeler. Maar toen we uiteindelijk verhuisd waren en we dus inderdaad voor de gemeente getrouwd waren en ik echt aan haar vastgeketend zat, toen begon de shit. En toen kwamen al die andere mannen erbij. En het was het feest vieren of ruzie maken. Je kon kiezen wat je wou. Je maakte het of bij Nanda naar de zin. En dan moest ze ook lachen. En dan ging ze alles domineren. En zeggen, oh, maar als het zo leuk is, dan wil ik ook dit. En dan gaan we nu dat doen. En dan gaan we nu allemaal dit doen. En als het geen feest was, dan was het ruzie. Kanker. Schelden. Ruzie zoeken. De hele tijd. En niet alleen naar mij. Ben jij gek. Ook naar Poekie, de poes van Nina. En Nina. En Nina had op een gegeven moment een heel leuk jeugdvriendje. Die twee die leken op elkaar als twee druppels water. Als die ooit getrouwd waren geworden, had iedereen gedacht dat het incest was. Dat had gewoon broer en zus kunnen zijn. Tweelingbroer en zus. Echt, ik heb er een foto van. Precies dezelfde schedel, precies dezelfde. Nou, die heeft ze ook gewoon de tent uitgejaagd. Collega's van mij. Mijn vader heeft ze uitgekafferd. Mijn moeder heeft ze uitgekafferd. Mijn zus. En voor zover ze niet direct de confrontatie aanging met familieleden van mij, dan ging ze wel tegen mij heel erg lelijke dingen zeggen over die mensen achter hun rug om. En zo ging dat dag in, dag uit. En jij dacht dat ik dat opzocht? Nee, Jan. Ik ben in de val gelopen. En dan gaan we het nu dus even serieus doen. Kijk. Jij bent voor mij gewoon een fijne vent. Wel iemand waar ik een beschuitje mee kan eten. Hè? Grappig gezegd. Ik heb je nooit betrapt op stomme dingen of zo. Echt niet. En ik geloof ook wel dat je het allemaal naar eer en geweten, hè, naar jouw eer en geweten. Jij handelt binnen een model. Daar heb ik respect voor. Hè? Dus jij gaat niet als relatietherapeut even een soort secundair familielid worden en zich overal mee gaan bemoeien. Nee, jij neemt een beetje opa, een beetje abstracte blik. En je bent eigenlijk alleen maar bezig om twee mensen te confronteren tot hoe die relatie is. En dan moeten die mensen maar beslissen van, nou, als de relatie zo is, ga ik ermee door. En als de relatie zo is, dan ga ik er niet mee door. En jij biedt een bepaald beeld. Nou, dat is goed. En je hebt ook heel duidelijk gezegd, en daar hou ik mij aan. Nou, dat laatste, daarin loop je achter op relatietherapeuten in Engeland. Onder andere, die al in de jaren 90 op de hoogte waren van dit probleem. Ja, dus het kan zijn dat je twee mensen hebt die gewoon dachten dat ze elkaar aardig vonden. Maar ja, dat is gewoon dat is een bepaalde collusie geweest of zo. Wederzijdse collusie. En dan moet je er gewoon mee ophouden. En daar is ook niks meer aan de hand. Ja, je hebt gewoon een verkeerde partner gekozen en dan ga je gewoon lekker op therapie. Nou, en dan snap je op een gegeven moment wel van, ja, we passen gewoon niet bij elkaar. En dan gaan we gewoon eventjes lekker oplossen. En dan ga je gewoon lekker uit elkaar. Maar het is iets anders. Wanneer een partner... Ik hoor een piepje. Ik hoop jij niet. Kom uit mijn mek. Maar het is iets anders als een van de partners psychopathisch gedrag vertoont. Want daar kan je, als dat vaststaat, heeft het geen enkele zin om de relatie in wat voor vorm ook maar te gaan
doorzetten. Uiteindelijk heb ik dus van de antroposofische huisartsenpraktijk van Gerard Rotteveel te horen gekregen dat ik al het contact met Wijnanda heel klinisch moet doen. Ik heb voor in die periode, en dat heeft hij gratis en voor niets gedaan, dat vond ik eigenlijk een beetje erg, want ik vond het een heel goed advies. Ik had een e-mail gestuurd naar Wijnanda, want ze had weer zo'n rotgeintje uitgevroten. En ik dacht nu echt van ja, nou is het genoeg geweest en je gaat gewoon A, B, C doen en dan stuur ik de politie op je af. Zo. Toen heeft Gerard gezegd, denk even aan de volgende tekst. En toen heeft hij een paar zinnen eruit gelicht en wat woorden eruit gehaald en misschien iets anders geformuleerd of zo. Niet dat hij die e-mail overnieuw ging schrijven. Maar hij duidde mij op bepaalde dingen moet je niet tegen zo'n persoon zeggen. Moet je gewoon niet doen, want ze worden er alleen maar crazy van en ze komen drie keer zo hard achter je aan. Je moet ze niet eens aankijken. Dat is de behandeling. Gerard Rotteveel heeft ook tegen mij gezegd, als Wijnanda zo dadelijk een lichamelijke collapse krijgt, wat er wel eens in kon zitten, op deze manier. Want ze vertoont al heel erg lang lichamelijke problemen. Ze heeft zowat een abonnement bij de huisartsenpraktijk. Ze heeft altijd wel wat. En altijd als er verjaardagen zijn en feestjes op andere manieren, dat ze weer naar de familie moet. Als Wijnanda naar de familie moest, of naar mijn familie moest, drama's. En daarmee bedoel ik gewoon echt een hele dag, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, kuchend en hoestend en knarsend, met koppijn en misselijk en niet kunnen eten, in je bed liggen. En alleen maar kreunen. En dan kan je niks doen, dan kan je niet voor je kind zorgen. En dat is dus er is geen relatie mogelijk met zo iemand. Ik kan zo'n iemand niet leren kennen. Ik kan zo'n iemand ook niet willen leren kennen. Dat zit er gewoon niet in. Want het is niet. Daar zit het probleem helemaal niet in. Kijk, een mazelende patiënt. Als ik het eventjes antroposofisch mag oppakken. En ik hoop dat Gerard Rotteveel, als hij dit luistert, dat hij er een beetje om moet lachen. Ja, maar een mazelende patiënt. Die moet je niet. En dan moet je niet die rode vlekjes aan gaan pakken. Laat staan wegopereren. Dat is iets van binnen. En van binnen zit er iets niet goed. En zij is dat opgelopen vanwege een ernstig jeugdtrauma. Die diagnose is gesteld in 2008 bij het FIOM in Nijmegen. Ik heb die diagnose eerder gesteld. En toen heb ik jou gezegd, bij die sessie, van dit heeft geen zin. Zij moet eerst dat jeugdtrauma oplossen. Want doet ze dat niet, dan het ettert maar door. Ze is als een losgeslagen kanon. En die aanwijzing van mij, die heb jij toen in de wind geslagen. Want jij dacht nog steeds van ja, er zijn gewoon twee mensen. En God heeft gewild dat die twee mensen elkaar ontmoeten. En ja, dan moet je over dat fenomeen, want dat gaat wel eens fout. En daar ben jij dan voor. Daarbij heb jij over het oog gezien dat er in de hedendaagse maatschappij er echt meerdere procenten aan mensen in de rondte lopen die in hun jeugd ernstig beschadigd zijn. En die, dat is natuurlijk niet een hele grote kans, maar het is wel een kans van dan gaan we richting de 10-20% of zo. Ligt ook een beetje aan jezelf. Kijk, en ik heb in mijn jeugd heb ik ook een trauma opgelopen.
En daardoor is er een stuk van mijn herinnering weggevallen. Dus ik weet van een aantal jaren uit mijn jeugd, weet ik niks meer. Een bepaald stuk, dat ging echt helemaal niet goed. En daarna ben ik weer opgekrabbeld. Maar ik heb echt tot mijn 12 jaar... heb ik op het schoolplein gevochten. En dat was gewoon meppen. Gewoon echt gewoon een ander tegen de grond aanwerken. En nou je bek houden. Ik was een hele boze jongen. En ik ging in die tijd, het kwam dan door toeval, zullen we zeggen, ging ik de Bijbel lezen. En toen ben ik veranderd. En na een heel lang proces waarin ik erg depressief werd en ook een beetje moeilijk voor mijn directe omgeving misschien. Ja, dat was op het einde van mijn 20 jaren. Bij de jaren des onderscheids. En toen ben ik uitermate depressief geworden. Het ging echt helemaal niet goed. Dus ik was zo moe als de weg naar de hemel. En toen ben ik in therapie gegaan. En dat heeft voor mij veel veranderd. En dat ik dus nu kan weten van ja, ik ben gewoon iemand, ja, ik weet gewoon niet alles meer van mijn jeugd. Ik vind nog een paar stukjes. That's it. En de rest is gewoon. Het is bij die therapie is het ook vrijgekomen. Dat idee heb ik ook echt gehad. Dat die jeugdherinneringen, dat die op een bepaald, door één vraag van de therapeut, kwamen al die jeugdherinneringen naar boven. Al die dingen die, waarvan ik nu kan zeggen, dat bedoelden mijn ouders allemaal niet zo. Dat was de bedoeling niet, maar het waren, ik was gehecht aan het begrip ouder. Dat is wat Boeddha voor waarschuwt. Ja, kinderen hebben dat. Soms word je bang, dan word je angstig. En al die herinneringen, al die angst, die kwam als een zwarte vloedgolf naar boven. En toen heb ik weet niet hoe lang, ik kon niet eens meer met mijn ogen knipperen. Ik kon niet eens meer met mijn ogen de andere kant op kijken. Het was net zoiets wat je hebt als je dan heel zwaar gegeten hebt en je gaat het zwembad in lekker koud water. Op een gegeven moment doet je lichaam het niet meer. En in mijn geval deed mijn geest het niet meer. En ik was me bewust van het feit dat mijn geest het niet meer deed. Dat is ook wel grappig eigenlijk. Maar dat hield mij door een heel zwaar en moeilijk proces heen. Zwaar en moeilijk voor mij. Nou, en Bananda moet ook door dat proces heen. En als zij door dat proces heen gaat, ja, ik bedoel, een nieuwe formele relatie tussen mij en haar, ja, die kan dan eigenlijk wel. Dan kan ze gewoon weer, dan wordt ze ook weer uitgenodigd op verjaardagen in mijn familie, bijvoorbeeld. Dan mag ze ook gewoon weer komen. Maar mijn familie, dus na de scheiding, daar heeft ze dus 4 partijtjes, feestjes, recepties, zeg maar, surprise parties, verjaardagen, in die categorie. Laten we met z'n allen even dit gaan doen, dat is leuk. Ja, ik heb er ook niet altijd zin in. Kleffe familiegedoe. Ja, jawel, ik vind het wel leuk. Maar ze heeft er gewoon 4 daarvan, heeft ze gewoon als een zwarte duivel in de rondte gelopen. En iedereen lopen loeren en, mijn dochter buikpijn bezorgd. Moesten we eerder naar huis en dat soort dingen. En mijn tante Irene ging huilen. En mijn tante Til die liep met een woeste blik op de nieuwe man af. Tante Til is weduwe hoor. Dat kan ook, hè, dat je gewoon weduwe bent. Dat is de vrolijke weduwe van de familie. Die was ik helemaal verontwaardigd. Dus ja, nou wordt ze niet meer uitgenodigd. En misschien is dat goed hoor. Misschien heb je het allemaal uiteindelijk op de lange termijn, heb je het helemaal bij het rechte eind gehad. Dat sluit ik niet uit, Jan. Maar kan je wel adviseren om je dus te verdiepen. En als je dus een relatieprobleem hebt tussen 2 mensen die dan per se bij elkaar willen blijven. Maar ze hebben de hele tijd ruzie.
Of het is gewoon niet leuk meer. Dat kan ook zo zijn. Dat er dus eentje zwaar ziek is. En die mensen, die moet jij of zelf gaan behandelen, want dat kan je ook. Zo moeilijk is dat denk ik niet hoor. Je kan op het internet gaan zoeken dus, naar die therapiewijze. En dan gaat het over oplossen van jeugdtrauma's. En trefwoorden zijn dan psychopathie. En dan ook moet je kijken naar male psychopathy. Veel is in het Engels. Hè. En female psychopathy. Dus er zijn verschillende aspecten. Zouden de seksisten zich nog eens druk over moeten maken dat die vrouwelijke psychopaten zich mannelijker gaan gedragen. Maar dat gaat er niet in zitten. Maar dat kan je allemaal opzoeken. Een naam nu voor jou. Michael Tessarion. Michael Tessarion. Ik hoef dat niet te spellen. Hè? Het Russische woord tsar. Hij heeft Ierse achtergronden. Die zegt ook heel veel over psychopathie. En over de... Ja, zoek het maar op. Het bekijken van dat materiaal... Dat gaat je toch echt wel richting de 120 uur kosten minimaal. En als je die gewoon met een half oor geluisterd hebt, dan denk je, oh, ik heb 120 uur gehad, ik hou er mee op. En als je met twee oren luistert, dan denk je, zo, dat was interessant. En dan luister je gewoon nog wat verder. Want de ontwikkeling gaat door. En jij hebt een business te draaien als relatietherapeut. Ik kan je alleen maar vertellen wat een mogelijkheid is. Wat een uitdaging is voor jou. Misschien zeg jij wel tegen mij, ach Perry, vrouwen zoals Fernanda, dat is 0,01 promiel van de samenleving. Maar het is niet zo. Ik zie het dagelijks om mij heen. Dat kinderen door hun ouders behandeld worden alsof die kinderen al volwassen zijn. Er wordt veel te vroeg, wordt er van alles van kinderen verwacht. En als het dan even niet goed gaat, dan gaan we gelijk meppen. Dan gaan we rare dingen doen, of gaan we vernederende opmerkingen maken. Of dan worden rechten tot privilege verlaagd. En het privilege wordt dan voorlopig dan tijdelijk ontnomen. En je mag nog blij zijn als er een eindtijd aan vastgekoppeld wordt. Want er kan ook gewoon gezegd worden, voorlopig niet. Je gaat je eerst maar eens goed gedragen. Terwijl het gewoon om een recht gaat. En het gebeurt aan de lopende band. En al die kinderen die krijgen dus dat ding met hun ouders. En die worden boos. En ze zijn afhankelijk van die ouders. Dus ze kunnen met die boosheid geen kant op. Nou, en dat moeten ze dan afreageren op een ander. Ja, als ze gewoon de V&D inlopen en ze gaan tegen iemand boos lopen doen, dan komt de beveiligingsambtenaar eraan. Ja, dus je kan niet zomaar tegen iemand boos gaan doen. Je moet eerst een relatie krijgen met iemand en dan kan je boos gaan doen. En het is altijd belangrijk om te controleren hoe dus de jeugd van mensen in elkaar zat. En nu even over de diagnose die gesteld is bij het FION. Hoe ze dat aangepakt hebben. Dat is denk ik voor jou echt interessante informatie, Jan. Ik kwam daar binnen op een vrijdagochtend voor het eerste gesprek. Dat was in de tijd dat Wijnanda zwanger was. Van dat kind wat later geaborteerd zou worden. In Den Haag helemaal. Toen leefde dat kind. En Wijnanda die was aan het rekken. En we kwamen daar dus binnen. En zei het, oh, is ook leuk. Ze had die afspraak gemaakt zonder dat met mij te overleggen. En dan moest ik, dat was heel vervelend. Want juist die vrijdag had ik een belangrijke afspraak in Wageningen. Dan heb ik die mensen gebeld en dan een privé situatie. Nou, voor een keertje kan dat wel. Dus die afspraak kon verzet worden naar de middag.
Dus dat was mooi. En toen zaten we daar. En toen vroegen die vrouwen aan Wijnanda, toen ze dus zwanger was. Toen was ze echt ettelijke weken zwanger. De vraag concreet was, wat is het probleem? Toen zei Wijnanda, hij is het probleem. Nou, ik was de enige man in die ruimte. Dus het was heel duidelijk wie ze bedoelde. Tegenover Wijnanda zat een oudere vrouw, ouder dan Wijnanda, ouder dan ik volgens mij. En een vrouw die jonger was dan Wijnanda. En die had het aantekeningenblok. Nou, toen draaiden die twee zich om naar mij. En toen kreeg ik een spervuur van vragen op mij af. Die ik hortend en stotend wist te beantwoorden. Want ze schoten van categorie A naar categorie B, categorie C, categorie D, E en F. En ik dacht echt van, sorry, waar hebben we het hier over? En ik kon overal gewoon antwoord op geven. Dat is het punt niet. Maar ze deden gewoon keihard even testen of Wijnanda de waarheid sprak. Enigszins. En categorieën was bijvoorbeeld wie doet de afwas. En dat ik zei, nou, die doe ik in de regel. Ik ben daar verantwoordelijk voor. Hoe vaak haal jij je kind van school? Ik zei, nou, 5 keer in de week ongeveer. 4 keer in de week. Soms mag het niet. Nou, meer van dat soort vragen. Als er een feestje is in een schoonfamilie, ga je dan ook mee? Ja, altijd. Want ik rijd de auto en die haal ik ook. En die breng ik daarna ook weer weg. Dat is een half uur lopen. Toen draaiden die twee vrouwen zich terug naar Wijnanda en die maakten een hele humoristische opmerking. Zij zeiden tegen Wijnanda, wat jij aan de haak geslagen hebt, dat heet een moeilijke man. En dat zijn precies de mannen die je moet hebben. Want de mannen die makkelijk zijn, die komen af en toe gewoonweg niet opdraven op een afspraak. Ook al is die voor jou heel belangrijk. Een makkelijke man denkt, oh, kratje bier, 3 vrienden. Voetbal op tv. We nemen de worsten mee. En moeilijke mannen moet je hebben. Dus ik kreeg een veer in mijn reet gestoken. Nou, dat vond ik wel aardig. En toen was het dus over met Wijnanda. Voor de rest hebben ze, want we zijn de week erop weer teruggekomen. Nagaan, hè? Moet je nagaan. 2 sessies. 2 sessies maar. Dan kan jij een puntje aan zuigen. Ze zeiden dus tegen haar, wat je hebt is een moeilijke man. Punt. En dat zijn de goede mannen. Die makkelijke mannen heb je toch niks aan. Een moeilijke man moet je hebben. Dus. Nou, waar zullen we dan beginnen? Vertel eens wat over je jeugd. En Wijnanda zei onmiddellijk, nou, daar wil ik het liever niet over hebben. Ja, zei die oude vrouw. Die oude vrouw deed woorden. Jij bent degene met de hulpvraag. En wij zijn degene die nu een vraag stellen. En ik denk dat het toch belangrijk is dat je iets gaat vertellen. Kies maar wat. Wat schiet je? Noem een voorval. Nou, en toen kwam die. Ze vertelde dat haar moeder bezig was met het avondeten. En zij was aan het spelen met haar speelgoed. En toen moest ze van haar moeder stoppen met spelen en alvast aan tafel komen zitten. En toen moest ze dus alles speelgoed opruimen. En dan had ze al het speelgoed opgeruimd en dan zat ze dus gewoon op een stoel aan een tafel. Te kijken hoe haar moeder pannen van links naar rechts schoof. En dan gingen ze pas eten over een uur of zo.
En terwijl ze dat vertelde, kreeg ze allemaal lichamelijke reacties. En dat tezamen met nog meer dingen die ik heel fragmentarisch als een archeoloog heb opgevangen van deze en gene. Er zitten nog veel gekkere dingen tussen. En dat uitzicht dan ook voor haar dus in het gedrag naar mijn kind. Want haar kinderlijke oplossing is om dat gedrag in principe dan maar goed te keuren. En dan kan je dat op latere leeftijd, kan je daar zelf je voordeel mee gaan doen. Daar lijkt het dan op. Het is niet echt dat dat zo is. Maar... zo komt het over. En ze heeft dat dus ook bij mijn dochter gedaan. Bij het kleedgeld regelen voor mijn dochter. Dat heeft ze enorm dwars gelegen. Dat heeft ze echt moeilijk gemaakt. Er is een drama van gemaakt. En het grappige was, om even terug te keren naar dat bezoek aan Nijmegen met het Fion. Kreeg zij dus als... hoe het dus daaruit kwam, was dat het, was een, het tweede bezoek was vrij kort. Er werd gewoon gezegd van mevrouw, u bent niet in staat om met veranderingen om te gaan. Veranderingen jagen u angst aan. En de reden daarvoor, tenminste de meest aannemelijke reden, want waarom zou je bang zijn voor veranderingen? Veranderingen zijn gewoon een onderdeel van het leven, meer niet. Waarom moet je daar bang voor zijn? Je moet een beetje creatief zijn. Een beetje overgeven aan de situatie af en toe. Dus er is iets niet goed met u. En uw anekdotes die u verteld heeft over uw jeugd zijn dermate ernstig dat we gewoon niet kunnen uitsluiten dat dat de oorzaak is van het feit dat u niet tegen veranderingen kan. Want dat hoort exact in de pathologie, in de geestelijke pathologie van het jeugdtrauma. Dat is een aspect. Het leidt natuurlijk ook nog door andere dingen. En zij werd geadviseerd zo snel mogelijk contact op te nemen met een psychiatrische instelling, psychologische instelling of gewoon de huisartsenpraktijk. Gewoon gaan we beginnen bij de huisarts. Gaan we naar de huisarts toe. En ga daar maar vragen wat je moet doen. Maar hier ben je klaar. Want wij zijn de abortuskliniek. En ja, wij hebben het dan ook echt over, is een abortus nodig? En uw probleem is niet het kind wat in uw buik zit. Nee, uw probleem is dat dat kind een verandering inhoudt. En u kan er niet tegen. Dus het baren jaagt uw angst aan omdat het een verandering in gaat houden. En dat moet opgelost worden. Want je kan wel zeggen, hé, ik ga het nu laten aborteren. Er werd gewoon letterlijk tegen haar gezegd. Maar ga je maar lekker laten abortussen. Ja, doe maar wat je wil. Maar de onderliggende zaak, die moet, die kan niet anders dan in je hele leven, je hele leven moeilijk maken. Je moet dat probleem oplossen. Nou, Jan, ik viel stijl achterover van mijn stoel. Die twee sessies, hè, waarvan de eerste dus gepland was zonder dat ik het wist, en waarvoor ik de afspraak met mijn klant moest verzetten en mijn toestanden en hurry. En dat ik dan even helemaal doorgemangeld word. Alsof ik dokter Mengelen ben of zo. En dan loopt het dus af met zoiets. Ik denk, oké, dat zijn twee goede, goed besteden uurtjes geweest. Ja, met reiskosten, wel reistijd erbij, wat is bij elkaar.
6 uur of zo. Nou, 7 uur, inclusief koffie drinken. Patatje eten, hebben we ook nog gedaan. Ik was echt helemaal opgelucht. En toen zaten we in de trein van Nijmegen naar Arnhem. En toen zei ik dus tegen haar van, goh meid, er was nogal wat. En ze keek me zo heel vuil aan. Dan zei ze, ja zeker. En ik ja, wat? Ja, zei ze. Jij moet naar de psychiater. Jij bent het probleem. Dat is nou wel duidelijk. Toen heb ik dus een paar dagen later. Want ik schrok daar een beetje van. Hè? Het is net of je zit te kijken naar die film van The Exorcist. Die vrouw met die dochter. Heb ik die instantie teruggebeld. Met Wijnander erbij. En die werd dan in instantie gewoon gevraagd van, ja, hoe zit het nou? Heb ik het nou fout begrepen? Ik begreep er echt helemaal niks meer van. En Wijnander was dus bij mij in de keuken. En het was overdag. Nina was op school of bij een meisje aan het spelen of zo. Het was een rustig momentje. Even bellen. Dan kreeg ik dus die oudere dame aan de lijn. Dan heb ik dus gezegd, ja, ik ben die en die, ik ben Perry. Ik ben met Wijnander bij jullie geweest. En ik dacht dus dat jullie gezegd hebben dat zij in een psychische dinges therapie moet. Ze moet zich melden bij de huisarts. Ja, zei die instantie. Dat klopt. Ja, zei ik. Maar zij zegt dat ik het probleem ben. Nee, zegt die vrouw. Dat hebben we helemaal niet gezegd. Ja, zeg ik, hebben jullie dan iets gezegd wat haar dat kan doen denken? Ik snapte ervan echt helemaal niks van. En die vrouw die snapte er ook niks meer van. Die zei, nou meneer, ik snap er ook niks meer van. Nou, zei, nou dag mevrouw, klik, ploep, telefoon opgehangen. Wijnander draait zich om, loopt de keuken uit. Die denkt zo, dat akkefietje is weer opgelost. En deze mensen, die zijn heel goed te behandelen. Dat heb ik dus geleerd via internet. En dat heb ik toen ook aan jou voorgesteld. Ik wilde niet voorstellen destijds om de therapie af te breken of zo. Maar om aandacht te gaan hebben voor het gedrag van Wijnander. Want hier valt natuurlijk geen land mee te bezeilen. En van die abortus, die werd ze zo knettergek. Dat ze dus de verjaardag van mijn dochter, die daarop volgde, op 21 december van 2008. Ze heeft dus die hele verjaardag verpest. En Nina geen cadeautjes, helemaal niks. Dus een evil woman. Als je die los laat lopen. En dat mag je dus eigenlijk niet doen als samenleving. Dat is schadelijk voor je samenleving namelijk. En ik vind het hartstikke... van mij mag je gewoon relatietherapeut zijn. Tot slot van rekening ben ik naar je toegekomen. Daar is verder geen punt over. Helemaal los van het feit dat je factureert, heb je natuurlijk ook een maatschappelijke functie. En jij bent dus geconfronteerd met een echtpaar, want ik en Wijnander waren daadwerkelijk getrouwd. Anders hadden we, als wij geleefd hadden in een soort van tribal community, dan was er niks aan de hand geweest. Dan had mijn familie het wel opgelost. Maar omdat je hier in Nederland zo heel ver van elkaar zit, en, ja, het wordt allemaal moeilijker, alles mengt zo, iedereen gaat verhuizen. Maar die mensen die dus dat ernstige jeugdtrauma hebben, die leven onder ons.
En de percentages, ja, dat kan wel eens richting de 10% gaan. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, dat is eigenlijk hoger. De advocaat die erbij was, die lekker geld verdiend heeft. 195 euro per uur. Daar kan jij ook een puntje aan zuigen. Die heeft lekker daaruit, dat stuk van de ruif gevroot. Ik neem je niks kwalijk. Nee, ik ben met vrijwillig naar je toegekomen. Ik ging niet vrijwillig naar die mediator. Dat mag je toch wel begrijpen. En die zei ze met zijn hele plechtige stem. Als de ene ouder de andere ouder beledigt in het bijzijn van het kind, dan heet dat kindermishandeling door de ouder die aan het schelden is of wat dan ook. Hè? En alleen op die grond is Wijnanda schuldig aan kindermishandeling. En dat heb je dus niet gezien. Ik bedoel, die hoek heb je gemist. Denk ik. Mijn dochter is een harde, dat wel. Ze weet ook gewoon van Nietzsche, van was mich nicht umbringt, start mich. Je moet zelf gewoon gniffelen. Het heeft er wel gehaard. Dus in die zin heb je aan het einde van de rit misschien wel gewoon weer gelijk. In ons geval. Maar ik kan je garanderen dat niet iedereen bestand is tegen een loslopende patiënt. Die niet als zodanig herkend wordt. Die echt achter de deur kwaadaardig is. En niemand kan het geloven en iedereen doet alsof zijn neus bloedt. Iedereen doet alsof zijn neus bloedt. Het kan je helpen misschien. Dus bij de volgende keer dat je een Perry tegenkomt met een Wijnanda. Ja, ik ben niet zo'n heel veel voorkomend verschijnsel, denk ik. Iedereen vindt mij altijd zo'n rare druif. Vinden ze van Wijnanda ook. Maar zij is op een andere manier een rare druif dan ik. We zijn allebei rare druiven. Maar er is heel veel geweest dat we terugkwamen van jou en dan zo gauw de deur dicht was en dan waren we de hoek om en begon mijn hand te schelden op jou. Nou zeg, die Jan die lult ook maar uit zijn nek. Dus, het was allemaal wel leuk. Het was wel leuk. Ik ben wel leuk dat ik het gedaan heb hoor. Brum is een mooie omgeving. Het was een mooie rit. Daar heb ik geen spijt van. Maar waar het probleem zat, dat hebben jij en ik allebei toen gemist. Behalve dat ik in 2007 in de gaten kreeg waar het probleem zat. En toen heb jij gezegd, nee, laat me zitten. Dat doen we niet hier. En ja, achteraf bezien. Het punt tussen mij en Wijnanda is, zij heeft mij destijds erin gelokt. Ik ben gewoon in die situatie gevallen. En dat is mijn eigen stomme rotschuld. Ik bedoel, daar ga ik gewoon voor de consequenties op. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Als ik zo dadelijk bij de Albert Heijn zit, dat ben ik niet. Dat is verder het punt niet. Maar door dat kind zat ik aan haar vast. Aan Wijnanda. Het huis is één grote rotzooi. Één grote tyfusbende. Mijn huis momenteel ook, maar hier is dan een verbouwing gaande. Gebeurt wel. Maar niet van alles, maar er gebeuren van dingen. Er gebeuren dingen. Tjoek tjoek, puf puf. En we hadden gewoon, ja. Ik had het wel mee willen maken als Wijnanda door jou en mij en nog wel een paar vrouwen of zo. Je moet echt een groepje hebben, denk ik. Hè? En dan moeten gewoon meerdere mensen, ja, onverwacht langskomen. Dat is heel belangrijk.
Je moet gewoon plotseling aanbellen en dan schrikt mijn ander zich helemaal kapot. En dan staat er een vrouw in een regenjas en die heeft een koffertje met een notitieblok. En die komt even een paar vragen stellen. Ik had wel willen weten wat er op die manier gebeurd was. En dat Wijnanda uit pure angst op dat moment, toen ze nog zo rijk was. Want inmiddels heeft ze van mij niks meer. Dus ja, ik kan opzouten. Die band die er toen wel was vanwege dat geld, die is er niet meer. Die is nou weg. Daarmee ook de band tussen mij en Wijnanda. Nu maak ik geen indruk meer op haar. Of moeilijker dan toen. Maar als we dat toen nou eens samen gedaan hadden. Even een conspiracy gedaan hadden. Ik ben benieuwd wat het toen... Dan was het denk ik wel beter geweest. Kijk, en ik heb ook softwareprojecten gedaan, aangenomen werk, totaal gefaald. Er zijn gewoon mensen in mijn omgeving geweest die daar een beetje fronsend naar keken, van die collega-programmeurs. Ik zei van, ja, kijk, niet gewonnen, niet geronnen hoor, kom op. Ik wilde gewoon die job aannemen. En sommigen lukte wel en sommigen lukte niet. Ja, de meeste natuurlijk wel, je moet er geen gewoonte van maken. In mijn vak dan. En in jouw vak is dat nog een stuk moeilijker, denk ik. Het is heel moeilijk te beoordelen hoe goed jij het doet. Ben je gelukt, ben je niet gelukt? Misschien heb ik het wel helemaal goed gedaan. Dat oordeel heb ik niet. Ik wil dus wel vertellen dat als je die mensen onder druk zet, en ze gaan vluchten, ze worden echt bang. Ze echt angst aanjagen. Net als een koe. Als een koe op de vlucht slaat. Je moet die koe gewoon inhalen. Want koeien kunnen echt niet hardlopen. Je moet die koe gewoon voorbij rennen. En dan ga je gewoon op een paar meter afstand van die koe staan. En dan doe je gewoon hoe, 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 hoe. Nou, dan gaat die koe gewoon weer naar huis toe. Die draait zich gewoon om. Die denkt, oh, daar wil ik niet naartoe. Nou, die draait zich om. En die holt vervolgens gewoon regelrecht weer het weiland in. Kijk. En zo is het met die mensen die op die manier, zoals wij een ander dan, psychisch ziek zijn. Dat ze behandeling weigeren. Op die weigering van die behandeling, daar moet je op ingrijpen. Je moet die mensen dwingen tot behandeling. En dan moet je een team klaar hebben. En die moet echt een totale menukaart hebben. En die moet daar aan de slag, net als zeg maar in een klokwork orange. En niet dat je dat moet doen, want dat was een film met een... Die gaat over iets heel anders. A Clockwork Orange is een film van Stanley Kubrick. En die gaat over iets anders. Maar in principe op die manier. Je moet gewoon kijken welke therapie het beste past. En dan los je gewoon ontzettend veel mee op. En misschien dat Wijnanda op een dag wakker wordt en denkt, ik ga het toch doen. En dat ze nu al genoeg druk voelt op deze manier. Zoals het er nu uitziet, is het eigenlijk maar één grote puinhoop. En toen hadden we... Toen was er meer tijd. De scheiding heeft ontzettend veel... Dat heeft mij heel veel geld gekost. En ook heel veel tijd gekost. En het heeft Wijnanda ook heel veel tijd gekost. Dat is ook helemaal doodmoe van geworden. Een van de stomste dingen die ze gedaan heeft. Want ik was Wijnanda haar vriend, namelijk. Dat wel. Onverwacht. Destijds. Beloofd is beloofd, zeiden wij vroeger. Waar ik geboren ben. Oké, je bent zwanger. Je hebt een kind. Beloofd is beloofd. Maar iemand die zo ziek is, die lelijk doet tegen mijn kind, die mijn kind aan het huilen maakt. Als er een kerel was geweest, dan had ik het doodgeslagen. Dan had ik er aangevlogen.
maar omdat het een vrouw is. Dan denk je, ach, het zullen de hormoontjes wel weer zijn. Ja, zij is gewoon elke dag ongesteld. In meer of mindere mate. Als ze ongesteld is, is ze ongesteld. Maar als ze naar de moeder moet, dan is ze ook ongesteld. Als ze naar de broer moet, is ze ook ongesteld. Overal pist of. Het is een ernstig geval. En ik vraag me af of het goed komt op deze manier. Wil jij en ik samen hebben de plank misgeslagen? Ja, dat neem ik ons niet kwalijk. Op de hele leer over de empathie. En dat wat mensen bindt. Dat wat de kernen vormt van de samenleving. En dat is de empathie. Als je kijkt naar een brug, moet je afvragen, wie heeft die brug gebouwd? En dat heeft Arthur Schopenhauer pas voor het eerst logisch vastgesteld. Dus dat het onbetwistbaar is dat we echt alle kerken kunnen sluiten. Want we weten het nu wel, want Arthur Schopenhauer heeft het bewezen. Je gaat niet iedere week weer luisteren naar een verhaal van Arthur Schopenhauer. Het is allemaal logisch klaar. En die empathie, daar gaat het om. En er zijn mensen onder ons. En dan komt die empathie niet tot ontwikkeling. Dat wil niet zeggen dat ze helemaal verloren zijn of zo. Maar ze moeten een paar stappen terug. En daar de draad weer oppakken. En het zijn vaak, ja, qua zielen, erg beschadigde zielen. Maar daar blijven ze toch. Daar valt niet veel aan te doen. Beschadigde lichamen, doe ik dan de ziel als lichaam. Iets wat ertussen hangt. En het is jouw schuld natuurlijk niet dat zij er eentje is. En nu weet je dus dat dat soort, ja, mensen die er precies uitzien zoals Wijnanda, dat die dus heel beschadigd kunnen zijn. Wijnanda heeft gewoon elke sessie bij jou een nieuwe versie opgevoerd van Romeo en Julia. Nu die dat gewoon toneel te spelen. En daar ging ze mij van beschuldigen. Dat ik toneel speelde. Ze deed ze ook met niet zo'n hele grote gijzer. Als in ieder geval je kon, als je stond te douchen en iemand ging afwassen, ja, dan moet je even opzij stappen. Maar ik ben dat vanuit mijn jeugd gewend. Dus ik mopper daar niet over. Ja, maar zij staat natuurlijk ook, omdat ik altijd de afwas deed. Ja, soms sta ik gewoon af te wassen en soms ben ik aan het afwassen en dan gaat zij douchen. En dan komt ze niet even naar boven om te zeggen, ik ga douchen. Want ze heeft zoiets van, ik ga nu onder de douche. Nou, en dan ga ik net beginnen met afwassen. Of ik ben het bezig met, misschien ben ik al bezig met afwassen, want die hele leiding kan nog vol zitten met warm water, dus dan doet ze de kraan open. Ja, dan komt het eerste stuk, is het nog steeds warm. Ja. Ja, het andere stuk wordt gewoon koud. Ja, en dan staat zij helemaal te wachten en dan wordt ze kwaad, jongen. Ja, als ik niet weet dat zij gaat douchen. Ja, ik doe de afwas de hele dag. Altijd de afwas. Ik hou de keuken schoon en ja, ik heb gewoon de warme kraan nodig. En kwaad dat ze wat, jongen. Helemaal hels. Echt, dan explodeert ze gewoon. Doet ze gewoon met mijn kind erbij. Mijn kind weet gewoon niet anders. Mijn moeder is gewoon knettergek. Niet zo heel erg lang geleden. Toen Nina is door haar moeder van drumles afgehaald. Nou, niet zo heel lang geleden. Toen ze nog wel op drumles zat. Hadden we dus een evenement hier. Een akkefietje, een evenement. Hier in Musse Sacrum in Arnhem. Iets cultureels met een dansvoorstelling van een vriend van mij.
En Nina wilde dat wel zien. Dan heb ik dus netjes gevraagd aan Wenanda of dat mocht. Nou, dat mocht. Nou, en dat ze inhouden dat ik met Nina naar drumles kwam. Dan lekker een pizzaatje eten ergens. En dan naar die voorstelling. En die betreffende woensdagmiddag om 5:30 sta ik er op de stoep. En ik zeg nog even tegen Wenanda van kijk, dit is de dag van de voorstelling. En toen zag ik aan de ogen van Wenanda dat ze dat vergeten was. Van, oh, fuck. Of ze vond het zonder meer al lullig of zo. Ik met mijn dochter naar drumles. Ga lekker een pizzaatje eten. Snel met die dansvoorstelling. Oh ja, Wenanda vroeg nog, hoe laat zijn jullie er? En dan keek ik naar Nina, want ik mikte op 9:30. En dat kon best. Ik bedoel, Nina was 12, 13 of zo. Dus, ja, kom op. Een keertje van 9:30, want er was iets leuks in de stad. En Nina is het toch altijd 's avonds stiekem te iPad'en. Ze maakt dat uit. En Nina zei, ja, nou tussen 9 en 9:30. Ja, oké. Okay. Ik lekker met Nina dus op stap naar de drumles. Ga lekker de... Oh. Pauze. Mijn dochter die kwam net binnen. Dus dat hele stuk heb ik er maar uitgeknipt. Maar inmiddels is ze er vandoor. Ze heeft haar ratjes hier achtergelaten. Ik zag er net eentje voorbij hollen. Het geeft een rommel, jongen, die ratjes. Net zo'n rommel als bij haar moeder. Ja, hier is het voornamelijk de schuld van de ratjes. Ja, als die ratjes er zo'n puinhoop van maken. Ja. Dan heb ik op een gegeven moment ook geen zin meer om iedere dag te gaan stofzuigen. Maar toen dus, die middag. Om de draad weer even op te pakken. Die avond... Ja, die middag, moet ik zeggen. Die 5:30 was het. Dus ik loop met Nina naar het drumles toe. En die kan lekker drummen, joh. Het is niet zo dat ze een... Ik heb heel veel met drummers samengewerkt. Natuurlijk, ik heb even in popbands gezeten. Dus je moet altijd een drummer erbij hebben. Ik heb heel veel ruzie gehad met drummers, ook nog een keer. En mijn dochter die drumt gewoon lekker. Gewoon ik vind het juist dat het lekkere manier van drummen. Gewoon maak je niet dik, dun is de mode. Ofzo. Je moet gewoon op tijd mappen. Hier niet. En zij wil inmiddels, dat heb ik dus weten te repareren. Inmiddels heeft ze dus tegen mij verteld, dat was vorige week of zo, van pap. Ik wil weer op drumles. Ik wil toch meer leren. Om die variaties en wat ik moet gaan doen. Nou, de oplossing is dan dat ze hier een elektronisch drumstel krijgt. En een koptelefoon, die heeft ze wel. Nou, dan map je je eigen maar kapot. Echootje erover, flensertje erbij. Dat zijn geluidseffecten. En die kan je ook allemaal aandoen. Verschillende klanken. Gaat ze hier maar oefenen. En ik liep toen terug met haar. En dan gingen we dus langs een hele... Ja, die man die heb ik later leren kennen. Die is zelfs nog bij me thuis geweest. Die heeft een hele leuke pizza voor haar gemaakt. Met een... Met een smiley erin. Nina was helemaal verbaasd. Het was een pizzaatje van 4,50 of zo. Margarita. En hij er een beetje ketchup op gespoten. Hartstikke leuk. Of twee augurkjes ingelegd. Wat had hij gedaan? Kinderpizza. En ik een andere pizza. En die was ook hartstikke lekker. En toen zijn we naar de dansvoorstelling gaan kijken. En die begon maar niet. Dus dat vond ik...
Nou, dat was niet vervelend of zo, want er was heel veel te zien. Ze hebben naar muzikanten gekeken en wat hebben we allemaal gezien? Iemand die gedichten heeft voorgedragen. Nou, ik lekker een glaasje witte wijn erbij. En zij iets van, wat wilden ze? Spa blauw of zo. En toen zei ze om 9:00 tegen mij van pap, ik wil toch echt aan mijn huiswerk. Ik zo, ja. Dus dat was het maar zo. En die dansvoorstelling die was dus nog lang niet begonnen. En ik hoopte nog dat hij dan voor 9:30 zou beginnen. Zijn we maar een keertje om 9:55 hoor. Maar dat zat er dus niet in. Nou, ik zag mijn verlies in. En ik dacht van, nou ja, dan hup. Dus ik map dat glas witte wijn in één keer achterover. En ik zeg, kind, we kunnen er vandoor. Dus wij naar buiten. En koud was dat, jongen. Het was zo'n vies regentje. Ja, weer. Hè? Het was donker. Ergens oktober of zo. Dan komen we dus bij het huis van Nina. Hè, wat nu nog het huis van Nina is. En daar brandt het licht in de woonkamer. En het is inmiddels 9:50. Want ik heb dat glas wijn niet in één keer achterover gemerkt. Maar nipjes. Nog even genoten van die violisten. En we zien allebei dat het licht in de woonkamer brandt. We bellen aan, zij belt aan. En er wordt niet open gedaan. We lopen allebei achteruit. Want die woning die is op de belle etage. Op zijn Nederlands belle etage. De mooie verdieping. De belle etage, dat is iets hoger dan het straatniveau. Dus je kan niet echt door de ramen naar binnen kijken. Als je ernaast loopt. Er waren vroeger huizen van adellijke mensen. En die hadden dan dat hele pand. En zij is opgegroeid in het onderste stuk. Maar zij is ook niet gek en ik ben ook niet gek. Dus we lopen gewoon een stuk achteruit allebei. En kijken of we iemand zien lopen. Of dat de bel het wel doet. Of hè? Je kan ook een steentje tegen de ruit gooien. Maar we zien helemaal niks. Nina nog een keer bellen. En nog een keer bellen. En toen zei ze tegen mij, breng me maar naar de buren. Of ik ga naar de buren. Ja, want zij weet ook waar de buren wonen. Die wonen 3 huizen verderop. Dat is een gezin, dat kennen we dus van jongs af aan. En Nina kent dat van jongs af aan. En dan bellen we daar aan. En dan doet inderdaad de buurvrouw open. En die begint onmiddellijk te stralen. En die zegt, Nina, ben je daar al? Nou, zegt die buurvrouw, dat is ook toevallig. Zojuist belde je moeder dat je wel eens aan zou kunnen gaan bellen. Ik stond daarna te kijken, Jan. Ik denk, wat maak ik nou mee? Nina belt aan bij de buurvrouw. En de buurvrouw zegt, oh, ben je er al? Ja, dat klopt allemaal. Want je moeder zei het al. Ik ging duizelig weg. Nina was veilig. Want die buurvrouw zei al van, ik heb haar mobieltje. Want ze ligt namelijk in het souterrain. Dus onderin in de woning heb je nog een allerlaagste verdieping. Daar ligt ze. En ik heb haar mobieltje. Ik bel haar eventjes en dan komt ze je zo halen. Dus kom maar binnen, kind. Dus ik was mijn dochter kwijt. En ik terug naar die dansvoorstelling. Kom ik bij die dansvoorstelling een man tegen die ik ken vanaf mijn 19e. En die heette toen Thijsje. En dat is een drummer.
En ik wist in die tijd dat hij contact had met Wijnanda. En ik vond dat een beetje. Hij begon bij mij een gesprekje aan. Dat vond ik helemaal nergens op slaan. Hij had het over dat hij was wezen koffie drinken bij Wijnanda. Of zo. Van, hé, hallo. Ja, ik ben net wezen koffie drinken bij Wijnanda. Zoiets zei hij. En hij is een professioneel drummer. Tenminste, hij komt drummen als je hem betaalt. En anders komt hij niet. Hij komt niet voor de lol. Hij wilde er gewoon zijn geld mee gaan verdienen. En dat heeft hij volgens mij hartstikke goed gedaan, denk ik. Hoop ik voor hem. In die tijd vond ik hem veel te luidruchtig als drummer. En het zijn allemaal smaken van muziek. En die man was, toen ik hem leerde kennen, hij was iets van 3 jaar jonger dan ik. Dus van nog een jonger misschien wel. Nee, hij moet. Misschien was hij wel 8 jaar jonger dan ik. Want hij heette Thijs Ju. Hij was toen 16 en ik was misschien wel in de 20 al. En dan komt er vanuit mijn dochter. Komen er signalen dat ze van drumles af moet. Vanwege het feit dat ze daar echt niet zo getalenteerd voor is. Tenminste, dat zegt Nina dus tegen mij. Sorry, ik versprak me net eventjes. Dat heb ik eraf moeten knippen. Het ging tot 10 minuten 40. Dus dat weet ik dan nog. Dat ga ik er zo dadelijk ook allemaal afknippen. Maar je hebt net even een break gehoord. En dat was omdat ik per ongeluk de achternaam uitsprak. Van de persoon. En die noem ik gewoon vanaf nu Thijsje. Want zo heette die toen. Dat was zijn geuzennaam. Hij kan er ook niks aan doen. En ik vond het wel vreemd, die samenkomst en het feit dat ik dan van Nina ging horen, dat er iets mis was met haar drumtalent. Dat Nina niet zo'n goede drummer zou zijn of zou kunnen worden. Daar had ze veel te weinig discipline voor. Of zoiets. Zat Nina mij te vertellen. Nou, ik wist niet waar ze het over had. Maar dat had alles te maken met het feit dat haar moeder dus al voor de 4e keer begonnen was over het feit dat Nina van drumles af moest, omdat ze te weinig discipline had. Nina oefende namelijk niet genoeg. Die had niet genoeg drive, dus die moest van drumles af. Nou, die keer dus dat akkefietje was van haar moeder, toen heeft ze de hele weg naar de Jacobiberg, naar de drumles van Jusso, dat is trouwens een geweldige leraar. Als je je kind wil laten leren drummen, dan moet hij naar Jusso. Van dinges en dinges en dinges. Die beroemde band uit Arnhem. Ach, je weet het wel. Je moet even moet je Jacobiberg Arnhem. Dan kan je zo vinden met Google. En dan moet je intypen Jusso. En dan, oh, even bellen. Dan weten ze gelijk wie dat is. En ze heeft de hele weg. Dat is ongeveer een half uur wandelen. Vanaf de Spijkerstraat naar de Jacobiberg. Heeft ze de hele weg gelopen huilen. Ja.
Gelukkig had ik de hele dag hard gewerkt en was op tijd teruggescheurd vanuit Rotje Knor over de A15 om op tijd te zijn. En dat was allemaal gelukt. Ja, leuk is dat. En ik belde mijn vriend Gert op. Want ik voelde nattigheid. En toen zei mijn vriend Gert, ja, wat is er dan aan de hand? Want mijn vriend Gert, die kent dus Thijsje ook. Ik zei, nou, dit en dat en zus en zo. Ik weet dat Thijsje scharrelt met de moeder van mijn dochter. En een Thijsje is een... Ja, zou dat uit zijn koker kunnen komen? Ik heb tegen mijn vriend Gert ook gezegd van... ik vind het gewoon leuk dat Nina wekelijks erop gefocust wordt... dat er nieuwe lesjes af moeten zijn. En dat ze een soort schop onder de kont krijgt. Een soort peper in haar reet. Want ze is nog jong. Om te gaan oefenen. En wat eruit komt, ja... Ja, van mij hoeft ze niet Whitney Houston op drums te worden of zo. Of een Karen Carpenter. Waar maakt mij dat nou uit? Ik wil gewoon dat het kind leert drummen. Dat is mijn drive. En ik zei dus tegen Gert, zou het kunnen zijn dat hij hier een beetje in loopt te eikelen? Want hij is er echt zo een die erop prat gaat. Dat je die drumpartijen, die moeten helemaal kloppen. En het dinges tegen de dinges. En de poepie tegen de poepie. Maar ik vind Charlie Watts van de Illuminati Band, weet je ook weer. Met die... I can't get no to the Rolling Stones. Maar die drumt ook best lekker. Drummen van mijn band, dat is ook geen fratsen. Dat is gewoon drummen. Niet zeiken, drummen. En ja, of dat dan kwaliteit heeft. Nou, in ieder geval, mijn vriend Gert was het helemaal met me eens. En die zei, nou, je hebt een reden om hem even te bellen. Want dat vroeg ik aan mijn vriend Gert. Want ik had inmiddels het telefoonnummer van Thijsje gevonden. Dus ik belde dus uit voorzichtigheid mijn vriend Gert eerst. Want ja, misschien ben ik wel psychotisch, fobisch, psychopathisch bevangen of zo. Gewoon even checken of ik geen hele gekke dingen ga doen. Want ik wil natuurlijk geen gesodemieter in het kippenhok. Maar ik kreeg dus toestemming van mijn vriend Gert om hem te gaan bellen. En hij nam heel vrolijk de telefoon op. En hij zei, hey, hallo, hoe gaat het met jou? Lang niet gesproken. Hij vond het wel een leuk telefoongesprek. En ik stelde hem de vraag, ja, wat vind je eigenlijk van de drumkwaliteiten van mijn dochter? Nou, daar wist hij heel snel een antwoord op te geven. En dat luidde, dat wordt niks. Of, ja, hooguit een beetje. Maar dat gaat hem niet worden. Oh. En toen herinner ik me nog van... Die keer dat ik dus mijn dochter terugbracht naar de dansvoorstelling die zij niet kon zien. En ik uiteindelijk dus wel, want daar kwam ik dus Thijsje tegen. Dat hij dus was wezen koffie drinken bij Wijnanda. Die avond. Dus ik vroeg aan hem, van, je was wezen koffie drinken, maar wat heb je dan tussendoor gedaan? Want ik was daar en hij werd niet open gedaan. En toen ben ik teruggelopen. Toen heb ik volgens mij, ja, ik weet wel zeker, dit heb ik nog een jenever gedronken bij die Turkentent. En dan die Ali is een hartstikke fijne vent. Moet je echt naartoe als je hier naar Arnhem komt, onmiddellijk daar naartoe. Het is gesloten. Oh fok. Het is inmiddels opgeheven. Maar toen was het nog netjes open.
En toen ben ik naar die dansvoorstelling gegaan en daar kwam ik Thijsje tegen. Die tegen mij een heel vrolijk gesprek begon en vertelde dat hij nog eens wees een koffie drinken. En toen zei Thijsje tegen mij, heel vrolijk, van ja, ik was er namelijk toen jullie aanbelden. Dat had ik niet verwacht. Het is bijna dat je Alice in Wonderland bent, hè? Van Falling Down the Rabbit Hole. En toen viel het er plotseling allemaal. Oh ja, want hij zei ook nog van ja, jullie belden aan. En Wijnanda die greep onmiddellijk haar mobieltje. En die belde de buurvrouw op en die zei, ik lig in het souterrain en ik kan de voordeurbel niet horen. En Thijsje, die vond het wel geinig. Die zei, ja, we moesten echt allebei ontzettend lachen. We waren, ja, ze voelden zich misschien als stoute kinderen. Het punt was natuurlijk wel dat mijn dochter stond dus buiten in de regen. En zo gaan die dingen. En daarna zei mijn dochter met een serieus gezicht tegen mij, pap. Volgens mij heb ik geen talent tot drummen. Het is, laat ik het maar van drummen eens afgaan, want het gaat hem niet worden. Nou, inmiddels heeft ze dus gezegd, pap, ik wil weer meer gaan drummen. Nou, het arme kind, het heeft gewoon opgetreden. En dan komt haar moeder, die komt dan heel trots kijken. Van, ja, dat is mijn dochter. Die er achter een drumstel zit. En dan is haar moeder gewoon ontzettend trots op haar dochter. Terwijl zij degene is die haar van drumles heeft afgehaald. En dat zijn zo van die dingen die gaan maar door. Na al deze onderbrekingen. Ga ik hem eventjes afsluiten. En er is ook nog een mug in die in de rondte vliegt. En daar houden we ook niet van. Of het is een fruitvlieg. En die gaat hier met bier zitten. En daar hou ik ook niet van. Oké, dit was hem dus. Dag Jan, ik rond hem nu af. Ik maak hier 75... Nee, wat zeg ik nou? 1, 2, 3, die moet ik aan elkaar plakken. Misschien 3. 3 uitzendingen van. En dit is dan de afsluitende, vind ik wel hoor. We zijn denk ik wel klaar. Psychopathie, dat komt in 3 vormen. En op mijn website kan je vinden. En dan Google, dan word je doorgeklikt. Binnenkort komt er een update. Dan word je doorgeklikt. Maar op YouTube kan je me ook vinden. En daar heb ik ook, daar bespreek ik het ding. En jij als relatietherapeut, je hebt misschien iets meer dan een ander in zijn beroep. Een grotere kans om in contact te raken. Met mensen met deze aandoening, of je moet zeggen een ontdoening. Mensen die dermate kapot zijn van binnen, dat er eerst, moet eerst met de laser bestralingstherapie of verzin maar wat. Die moet eerst tot rust gebracht worden. En als zo iemand tot rust gebracht is, dan kan je er mee gaan praten. Als iemand niet tot rust kan komen, en jij hebt er toen voor gekozen om in die gevallen dat zij te onrustig werd, dan greep je fysiek in en dan ging je opstaan van je stoel en dan zei jij, ho Peert, op zijn Groningse, ho Peert, of is dat Brabants, weet ik veel, Peert, Bart. En dan deinsde ze terug en dan ging ze wel weer in haar stoel zitten.
Maar dat is niet de oplossing van het probleem. Want ik kan niet in het bijzijn van mijn dochter gaan roepen, ho Peert. Jij kan dat dan wel in het bijzijn van mij. Maar ik neem dat kreng mee naar huis. En zij doet het gewoon ten overstaan van mijn dochter. Je had het eigenlijk kunnen zien, achteraf, hè? En ik hoop dat je dat op een goede manier begrijpt, dat ik je helemaal niks kwalijk neem. En ik zal deze opname, die gaat als eerste unlisted. En ik ga hem ook sturen aan Gerard Rottevel. En ik, want aan hem heb ik echt een hele hoop gehad. Hoe weinig hij ook maar gedaan heeft. Nou weinig. Ik bedoel, bij hem heb ik ook een uur of zo gezeten. Ik heb wel veel aan hem gehad in dat uur. Zo. Het was maar €70 of zo. Een goede, lekkere, strenge. En aan jou wens ik dat ook toe. Ik weet niet of je dan met homo's, dat je ook homo's krijgt, homo's stellen. Maar mannen en vrouwen hebben het niet makkelijk. We hebben heel erg veel last van de propaganda. Van die staatsonderdrukking. Van het heilige idee van Nederland, wat een klein stukje is van Europa. Wat een klein stukje is van een wereldorde. Samen met de 7 continenten en de 10 koninkrijken. Of zo. En die invoering van dat plan, dat is niet heel grappig. Dat is net zoals. Vroeger hadden we dan. Ze hadden dan nog Duitsers die ergens in geloofden. En die bouwden dan allemaal van die hekken. En dat werden dan. Daar gingen ze mensen achter met barakken en zo. Maar nu wordt het nog veel mooier, want het ultieme plan wordt dat de mens zijn eigen barak gaat bouwen. Dat is natuurlijk allemaal niet leuk. En de gezinssituatie staat enorm onder druk. En kindermisbruik is all over the place. En van kindermisbruik krijg je hele gekke kerels. Psychopathische kerels. En psychopathische vrouwen. En op allebei moet je beducht zijn. Je moet, als mensen problemen hebben in hun relatie, in hun dagelijks samen zijn. Waarom zou je daar een probleem mee hebben? Je hebt toch gekozen voor elkaar? En een beetje mopperen op mekaars wijze waarop de handdoeken liggen. Zo. Maar als iemand dat doet, dan is er iets aan de hand. Er zijn echt ontzettend veel vrouwen die... het is gewoon niet te handelen gewoon. En die moeten echt een belletje in de oren krijgen van ting, 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 ting. Of bepaalde foto's te zien krijgen. Ze moeten geconfronteerd worden met hun innerlijk. Want jij als psychotherapeut, van daar ben je. Jij valt ook onder Carl Gustav Jung. Onder die leer. Ook. Daar heb je toch voor getekend. Daar ging ik wel van uit. En toen ik naar jou doorverwezen werd, ging ik ervan uit dat jij Carl Gustav Jung respecteert. Want anders kunnen we wel naar huis. En Sigmund Freud ook. En de mens moet zich bewust worden van zijn innerlijk. En toen Wenanda opstoof en mij dus dreigde aan te gaan vliegen en misschien wel een schop tegen mijn schenen had gegeven, want het is het beste toe in staat. Ze is me thuis ook wel eens aangevlogen. En toen heb je haar terug in de stoel geduwd. Ja. Is dat de oplossing? Dat vind ik best, weet je wel? Maar dan wil ik wel voor haar
ja, gewoon toestemming van overheidswegen dat ze gewoon elke dag de SM-pak aan moet. En dat ik maar aan een ketting hoef te trekken. En dat ze dan thuis weten blijven. Of elektroshock of zo. Maken we er een dokter Frankenstein van. Maar dat mens was totaal doorgedraaid. En bij deze weet je het. Dus in vrede en in liefde. En je mag me een contra-reactie geven, maar dat hoeft helemaal niet. Want ik heb geen kant-en-klare oplossing. Ik ben al lang blij dat ik bij jou lekker... je hebt gewoon echt die thee van jou. Dat is gewoon altijd een kaarsje branden. En de ruimte was heel efficiënt ingericht. Dat was gewoon... Dat was hartstikke mooi, man. Ik werd er rustig van. Zij niet, maar ik wel. Ik vond het wel de moeite waard. Ik bedoel, de sauna, dat vind ik ook de moeite waard. Ja, dat kost ook een patiënt. Ja. Ik wil niet zeggen, als je vrouw meeneemt naar de sauna, dat ze dan gelijk genezen is. En dat was bij jou dus ook niet zo. Maar ik hoop dus echt van harte. En Gerard Rotteveld, die zei ook nog tegen mij, hoe kan je er nou zo positief over denken? En Gerard Rotteveld, zijn naam noem ik even, van heel terzijde. Hij is inmiddels met pensioen. Ik denk wel dat het ergens naartoe gaat. Zo. Ja. Dus in vrede zeg ik tjus. Dag Jan.